dit een stressvolle periode voor jou? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu juist lekker relaxed in mijn kop ben. Naar het OKT toe was of het voorseizoen was heel erg stressvol. Je wilt natuurlijk, je wilt gewoon goed zijn, je wilt laten zien dat je goed bent. Het OKT, dat was even spanningsboog die ontzettend hoog stond op dat moment. En ja, daarna ben je even wat losser en heb je gewoon iets meer tijd om weer even normaal te denken en normale dingen te doen. En ja, ik weet niet, ik geniet wel even van het moment waar en de positie waar ik in sta. Ik vind het wel fijn. Dus ja, ik ervaar totaal geen stress. Ik neem de tijd en de CNSF en KNSB gunnen mij dat ook. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik ben blij dat gewoon de mensen om mij gewoon vertrouwen in hebben. En ik heb er zelf ook vertrouwen in. Ja. Het worden jouw eerste Olympische Spelen. Jij gaat daarheen als regerend Europees en wereldkampioen sprint. In hoeverre leg je jezelf de druk op van het moeten winnen? Nee, ik heb die druk totaal niet. Want kijk, voor mijzelf, als ik een goede race rijd, dan weet ik dat ik kan winnen. Maar dat is voor mij belangrijker dan winnen. Dus ik probeer gewoon eigenlijk gewoon op de punten te letten die mij toe leidt tot een goede race. Wat uiteindelijk resulteert in succes. Dus ik ben eigenlijk weer bezig met een goede race rijden. Kijk, weet je, als ik vierde word met een goede race, dan kan ik ermee leven. Maar ik kan niet meer leven als ik vierde word en dan baal van mijn race, snap je? Dus ik probeer gewoon echt wat te focussen op een goede race. Ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met winnen. Natuurlijk, in achter je hoofd zit het altijd wel een beetje in je hoofd en wil je het heel graag. Alleen, dat heeft voor mij nooit geholpen. Dus ik ga me gewoon op mijn doelen richten. Ja. Hoe groot acht jij de kans op het behalen van 1 of 2 Olympische medailles, misschien zelfs goud? Ja, dat is lastig zeggen met sprinten. Ik bedoel, 1 keer win ik, 1 keer verlies ik. Kijk, de kans is altijd kleiner dan. Ja, de kans is eigenlijk altijd wel kleiner dat je iets wint of iets succes hebt. Dus ik acht de kans niet. Ik ga niet zeggen 50-50 of zo, dat denk ik niet. Ik denk wel dat de kans kleiner is. Maar dat geldt niet voor mij, dat geldt voor de rest ook. Ik denk dat er niet op dit moment echt 1 favoriet is op de 500 die er bovenuit steekt. Dus dat gaat sowieso lastig worden. Op de 1000 wordt het iets reëler, de medaillekansen. Dus ja, het is lastig. Ik kan niet zeggen wat de kansen zijn. Ja.